Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over tong en smaak. De tong bestaat uit meerdere spieren. De uitwendige spieren die vastzitten aan een bot, zoals het Osiridium. Deze spieren kunnen de tong in zijn geheel bewegen, denk bijvoorbeeld aan je tong uitsteken. En de inwendige spieren, die niet aan een bot vastzitten. Deze spieren kunnen de tong laten veranderen van vorm en lengte. En daarmee is de tong de meest bewegelijke spier van ons hele lichaam. Wel zit hij vast met het frenulum, oftewel de tongriem. Je wil natuurlijk niet per ongeluk je tong doorslikken. De tong speelt in allerlei processen een rol. Bijvoorbeeld bij het kouwen kan het eten verdelen over de mond. Bij het slikken is hij een onderdeel van de slikreflex. Bij het praten heeft de vorm en beweegbaarheid van de tong een groot effect op het geluid dat gevormd wordt. En verder nog natuurlijk bescherming van het lichaam, omdat het bijvoorbeeld hitte kan voelen of bedorven of giftige stoffen kan proeven. En omdat de tongamandel aan de tongbasis onderdeel is van ons afweersysteem. Bij baby's is de tong van levensbelang omdat hij de benodigde negatieve druk kan maken om melk te kunnen drinken. Maar denk ook aan de functies binnen intimiteit bij het zoenen bijvoorbeeld. En natuurlijk aan smaak. Dan de anatomie van de tong. Hij is bekleed met een stevig, meerlagig, plaveiselcel epithel. Oftewel, het zal niet zo snel beschadigd raken door contact met tanden, het harde gehemelte en met de dingen die je eet of in je mond stopt. Op het oppervlak zitten papillen, die zichtbaar zijn met het blote oog, waar onder andere de smaakknoppen in zitten. Er bestaan vier verschillende soorten papillen. Laten we ze even in één helft van de tong intekenen. Maar ze zitten natuurlijk aan allebei de kanten. De papilla valata zijn hele grote papillen helemaal achter in je tong met heel veel smaakknoppen erin. De papilla fungiforme, oftewel paddenstoelvormig, waar je tast en temperatuur mee kan waarnemen, maar ook smaak. De papilla foliata aan de zijkant van de tong richting de achterkant met heel veel smaakknoppen erin. En als laatste de papilla filiforme, een soort draadjes, die vooral druk kunnen waarnemen. Dit zijn de enige papillen waar geen smaakknoppen aanwezig zijn. Onder de pupille zitten slijmklieren en daarna komt eigenlijk al meteen de spierlaag van de tong. Overigens zitten ook in de rest van het mondepiteel smaakknoppen. Denk aan je gehemelte, je keelholte, etc. Deze spelen een kleinere rol in smaak dan de smaakknoppen op je tong. Smaakstoffen zijn opgelost in het speeksel en komen op die manier bij smaakknoppen terecht. Dit zijn gespecialiseerde smaakcentra die in het plaveiselcel-epiteel liggen en door de tongpori direct in contact komen met die smaakstoffen. De smalle bovenkant van het smaakknopje bevat dunne uitsteekseltjes die microvilli heten. Deze staan in verbinding met smaakcellen die als een soort mandarijnpadjes bij elkaar een bolletje vormen. De ene helft van dat mandarijntje zijn steuncellen, welke helpen bij de homeostase en voedingsstofvoorziening. En de rest zijn smaakcellen. Dit zijn gespecialiseerde epithelcellen die ervoor gemaakt zijn om de waarneming van de smaakstof aan de ene kant door te geven aan de synaps en de bijbehorende zenuwcel aan de andere kant. Deze zal vervolgens de informatie via één van deze drie hersenzenuwen doorgeven aan de thalamus. De nervus 7, oftewel de nervus facialis, de nervus 9, oftewel de nervus glossopharyngeus. En de nervus 10, oftewel de nervus vagus, afhankelijk van waar op de tong geproefd wordt. Vanuit de thalamus komt de prikkel binnen in het smaakgebied in de parietaal -kwab, waar de smaak geïdentificeerd wordt. Op die manier kunnen we op zijn minst vijf smaken proeven: bitter, zout, zoet, zuur en umami. Ook zouden we metaalsmaak en watersmaak apart kunnen rekenen, maar dit wordt in de praktijk niet vaak gebruikt. Voor veel smaken geldt dat het enigszins logisch is hoe ze smaken. Iets dat scheikundig gezien zuur is, oftewel veel H+ bevat, dat proeft ook zuur. Iets dat veel natrium, oftewel Na+, bevat, dat proeft zout. Op die manier kan één smaakcel meerdere smaken doorgeven aan de hersenen. De oude wetse indeling van de tong, zoals dit, is inmiddels compleet achterhaald. Hoe we met vijf smaken toch alle verschillende wereldse smaken kunnen onderscheiden is een combinatie van 1. Er komt van één smaak een palet aan informatie binnen in de hersenen waardoor je met vijf smaken toch veel verschillende nuances kan proeven. En 2. Smaak is veel meer dan alleen de prikkeling van smaakknoppen. Vooral reuk, maar ook textuur, temperatuur, pijn, denk maar aan hete peper en zelfs vieses spelen een grote rol. Reuk speelt zelfs zo'n grote rol in smaak dat veelal mensen als symptoom smaakverlies noemen, maar dat dat eigenlijk reukverlies blijkt te zijn. Zonder reuk smaken bijvoorbeeld een ui en een appel heel erg hetzelfde. Kan je nagaan. Er staan een aantal verschillende symptomen die te maken hebben met smaakverlies. Ageuzie, oftewel helemaal niet meer kunnen proeven, is zeldzaam, omdat er dus drie verschillende zenuwen betrokken zijn in dit proces. Dan zijn er dus ook verschillende backups mocht er eentje verloren gaan door wat voor reden dan ook. Vaker komen voor dysgeusie oftewel veranderde smaak en hypogeusie oftewel een veranderde smaak voor één of meerdere specifieke smaakstoffen. Dit kan door van alles veroorzaakt worden, denk aan roken, infectie, medicatiegebruik, zenuwschade, vitamine B12 tekort en specifieke aandoeningen zoals hypothyreoïdie. Vul ook de actieve samenvatting in, zo onthoud je deze stof nog beter. Mocht je de video over neus en reuk nog niet gezien hebben, dan is dat ook een mooie om dit verhaal compleet te maken. Bedankt voor het kijken.